Beste kijkers, mijn naam is Patrick Verhoeven. Ik ben voorzitter van het Peter Benoît Fonds. Wij zijn een van de oudste erfgoedverenigingen van Vlaanderen, opgericht in 1902, een jaar na het overlijden van Peter Benoît, de man waarvan u een beeld hier achter mij ziet. Wij bevinden ons vandaag in het Conservatorium van Antwerpen en het is niet toevallig dat het beeld van Benoît hier staat, want hij was de oprichter van dat conservatorium in 1898. Dat was een mijlpaal in onze culturele geschiedenis, want het Conservatorium van Antwerpen was de eerste hogere onderwijsinstelling waarin het Nederlands onderwezen was. En u kan zich voorstellen dat dat in die tijd een hele gebeurtenis was. Benoît was naast conservatoriumdirecteur ook een van de wegbereiders van de Vlaamse opera en natuurlijk ook componist van een heel gevarieerd oeuvre van intieme kamermuziek tot grote oratoria. En hij was de eerste componist in België die het aandurfde om muziek te schrijven op Nederlandse teksten. Een beetje wat Conscience deed voor de literatuur, heeft Benoît voor de muziek gedaan en dat is ook waarom ze vaak samen genoemd worden. Onze taak als Peter Benoît Fonds is er om te zorgen dat de nalatenschap, het erfgoed van Benoît, bewaard wordt. En in de eerste instantie gaat het erom om de muziek van Benoît zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen. En dat is wat we hier vandaag aan het doen zijn in het conservatorium. Het Desgain-kwartet neemt hier een nieuwe opname op van het strijkkwartet van Benoît, een jeugdwerk. Het wordt hier op cd opgenomen. Verdere activiteiten die wij ontwikkelen zijn het organiseren van een jaarlijks herdenking rond Peter Benoît. We werken samen met het Antwerp Symphony Orchestra en we zorgen ook voor het tastbare erfgoed. Zo hebben we zo pas de piano van Peter Benoît kunnen laten restaureren en opnieuw bespeelbaar maken. Die komt heel binnenkort naar het Vleeshuis. Maar we kijken niet alleen naar het verleden, we kijken ook naar de toekomst. We promoten ook hedendaagse composities, hedendaagse componisten. En dat doen we onder meer door de prijs Peter Benoît, die elk jaar uitgereikt wordt voor ofwel nieuwe compositie, uitvoerders, componisten of onderzoekers. En we hebben ook een jaarlijks concert met hedendaagse muziek. U kan ons helpen in onze activiteiten door ofwel lid te worden van het fonds ofwel sponsor van onze projecten. De opname die we vandaag maken wordt bijvoorbeeld gesteund door het windenergiebedrijf Vlemo, dat ook eerdere projecten van ons steunde. Kijk even op onze website www.peterbenoitfonds.org en daar vindt u alle informatie. Voor nu, geniet van dit voorsmaakje van het strijkkwartet van Peter Benoît en ik hoop heel snel van u te mogen horen. Dank u. Thank you.
Thank you.